Marjan, wat is hier gaande vandaag? Vandaag is hier veel te doen, want vandaag wordt bij de koppel in Hardenberg de ontdektuin energie uit water geopend. En wij willen daarmee laten zien dat er overal energie te vinden is. En dat is natuurlijk een hot item op het moment. Wij moeten op zoek naar andere vormen van energie. En deze ontdektuin laat je kijken naar energie om ons heen. Overal waar beweging is, is energie. Maar dit stuk gaat vooral over water. We laten met een waterrad zien wat er allemaal mogelijk is. We laten met een lintuur zien hoe een watermolen in de vorm van een rups, hoe dat principe werkt. We laten zien hoe een warmtewisselaar werkt die warmte haalt uit water. Want dat is heel kansrijk. We hebben hier de vecht natuurlijk. Daar zit heel veel warmte in. Die warmte is niet één op één bruikbaar. Daarvoor is die net niet warm genoeg. Maar met de warmtepomp kunnen we die warmte laten toenemen. En zo wordt die warmte bruikbaar in huizen. Dat laten we zien in de opstelling op het sluiseiland. Dankjewel. Vandaag de opening van de ontdektuin van energie uit water. Heel bijzonder project, denk ik ook. Een mooi project, dat is op initiatief van de koppel ontstaan onder de bezielende leiding van Marjan Gerrits. Die blijft altijd bescheiden, maar ze is de drijvende kracht achter dit hele project. Het initiatief is ondersteund door de provincie Overijssel, het waterschap Vechtromen. En de gemeente Hardenberg heeft de schouders eraan toe ook nog even ondergezet. Heel mooi, ook heel fijn dat vertegenwoordigers van die drie regionale overheden hier vandaag aanwezig zijn. Heel bijzonder welkom Thijs de Bree, Hans van Achelen en de kerstverse wethouder, althans voor Hardenberg, binnen te kaderen. Het ontwerp en realisatie is van Guido van Bellen, volgens mij zit hij daar achterin. Die heeft het geheel allemaal bedacht, maar heeft het niet alleen bedacht, maar heeft het ook gebouwd volgens mij, of niet? Hij zal na afloop, wanneer de opening is geweest, daar ook een demonstratie van geven, zodat we allemaal kunnen bekijken wat het is. De verbording, ik weet niet of die ook aanwezig is, van Bert Telen. Bert is helaas verhinderd. Die is verhinderd. Die is denk ik verhinderd gebleven omdat de bebording nog niet helemaal klaar is. Marjan, neem jij het foto? Ja, wij lopen met z'n allen naar één onderdeel van deze opstellingen. En dat staat op het sluiseiland. En ik wil nog even melden dat het bijzonder is dat het op het sluiseiland staat. Het huisje kan dus ook aan de onderkant helemaal losgemaakt worden, zodat de vechter eventueel onderdoor kan stromen. Dan wil ik de heren uitnodigen, de heer Te Katen, de heer De Bree en de heer Van Achteren, om dit open te maken met de strik en de sluitingen. Maar ik wil even zeggen wat iedereen moet doen. Dan mag de heer De Bree mag de strik openmaken. Oh, kijk, ja. De heer Van Achteren de bovenste klink. Kijk. En de heer De Katen de onderste. Ja, ja. U mag de strik. Maar dan moeten we dat even. Doe de strik samen, handen. Zo fotogeniek mogelijk doen. Want waar staat... Wie staat waar dan? Ja, wie staat waar? Ja. De heer De Bree mag alleen de strik. Alleen de strik. Alleen de strik. Maar moet ik hem zo? Ja, kijk, heel goed. Ja, gaat het goed, denk je? Ja, fantastisch. Ja. Nou, wat geweldig, jongens. Nou, maar ook het moeilijkste. Maar dit is ook een halve openingstrik. Zal ik dan... Ja? En nu? Nu gaat hij open. En nu maakt u hem open, ja. Kijk. En dan... En dan mag u aan de slag. Meneer De Bree, want Guido gaat uitleggen hoe het werkt. Ja, als je aan jullie vraagt hoe werkt de warmtepomp, en om dat op een eenvoudige manier uit te leggen, dat kent helemaal niemand. En als je dan naar warmteweetjes.nl gaat of energie, kijk die onafhankelijke site van de overheid, en er wordt daar uitgelegd met ontzettend ingewikkelde taal. En als dat de basis is hoe je een warmtepomp uitlegt, dan gaan we nooit iedereen overtuigen om thuis ook een warmtepomp aan te schaffen en die investering te doen en de herrie te accepteren enzovoort enzovoorts. Dus dat moet veel eenvoudiger. Dus daar kwam dit natuurlijk heel erg mooi in. En hier is de bedoeling,
dat we de jeugd en de mensen die gewoon langskomen heel eenvoudig zien van oké, zo werkt het. En voor jullie idee, als wij 2000 kuub gas gebruiken in een jaar, gaan we met een warmtepomp doen, hebben we 10 keer zoveel kilowattuur nodig. 20.000. Dat is zo ontzettend veel elektriciteit. Als we dat met een gloeispiraal zouden gebruiken, nou, dat gaat ons elektriciteitsnet niet trekken. Dat krijgen we helemaal niet groen. Dus we willen minder energie gebruiken. En dat kan met de warmtepomp. Dat is gewoon eigenlijk een heel simpele tussenpersoon. De tussenpersoon. Die pakt, die warmtepomp, die pakt warmte af. En die geeft het aan de boiler. En die kan het van de lucht hier om ons heen afpakken. Maar die kan het ook van de vecht afpakken. Die vecht koelt dan een beetje af. Hij pakt dus alleen maar, verhoudt het niet zelf, maar hij geeft het gewoon door. Het is een soort Robin Hood die geld afpakt en doorgeeft. Die het niet zelf houdt. En daardoor heb je dus niet die volle 20.000 kilowattuur nodig, maar een vijfde deel daarvan. En dan wordt het opeens een stuk logischer. Maar die energietransitie is zo'n enorme klus, dat we echt alles moeten doen. Zo sta ik erin. Dus, ik weet niet of jullie de juiste mensen zijn, maar gooi al die juridische... Alles moeten we proberen. We moeten echt alles proberen. Ook hierachter staat een lintuur. Dat is een apparaat waarbij we de stroming gebruiken van het water. Lopen we er even naartoe. Gaan we nu naartoe. De lineaire turbine. De lintuur. Dat is een... ik hoorde net iemand zeggen lineaire... ik noem het gewoon energie uit stroming. Water wat beweegt. Ja. Om die energie te pakken. Dat is niet zo eenvoudig. Er zijn verschillende kleinere projecten in Nederland. Onder andere de lintuur. Die dat proberen werkend te krijgen. Daar waren wij zo door geïnspireerd. We gaan iets met educatie doen. Dat jongeren erover gaan nadenken. Hoe kan je dat dan voor elkaar krijgen? De opstelling die we hier hebben is. We laten de vecht stromen. Maar wij krijgen hier nog niet eens voldoende energie. Om een mini ledje aan het branden te krijgen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar we hebben hier een paar drijvers. Dat is de lintuur. Mm-hmm. En die drijvers, daar komen schotten op. Die drijvers bij de lintuur, die bewegen met de stroming mee. En die gaan dan met een draaiding. En dan gaan ze weer terug en die draaien dus rond. Alsof je een fietswiel hebt, een dynamo en je hebt elektriciteit. En de jongeren moeten gaan uitzoeken van welke schotten werken het beste. Kan je de stroming op deze manier het beste vervangen? Of gaan we met, ze gaan natuurlijk met flessen bezig, met gommen, alle materialen. Dit is echt... het onderwijs technisch ontwerpen. Doordat je er heel veel tijd mee bezig bent, dat is ook onderdeel van onderwijs, veel tijd mee bezig zijn, dan gaat het onderwijs ergens, blijft het hangen. En de daadwerkelijke natuurkunde, dat gaan ze dan lekker in 3 ateneumen uitrekenen. Maar het basisonderwijs gaan ze gewoon puur met schotten kijken van hoe gaan we het vangen. En gewoon zien dat deze meters uitsteken door de kracht van het water is voldoende. In de zin van, blijkbaar kunnen we er kracht uithalen. Het volgende onderdeel? De energie uit verval. Ja, het ligt daar. We hebben nog een paar vrijwilligers nodig. Ja, ik hoorde het. En weer terug. En weer terug, hier weer terug. Ja, ik voor eerst gaan verwerpen, maar er zijn geen voldoende meer doorgaan. Ja? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Ik ben al bijna moe. Nou, nu al. We hadden vanmorgen zelf al even met hem. Ja, op dit moment staat de vecht is natuurlijk ook met verval. Op dit moment stroomt helemaal geen water over de stuw heen. Ja, het is nu natuurlijk zo mooi weer dat we ook voldoende zonne-energie hebben. Maar in de winter draait je altijd veel. Dus als we het hebben over onze energietransitie, zou elke verval gewoon energie moeten opwekken. Dat je het zeggen mag. Gebeurt het? Oh, de radio doet het. Ja. We hebben hier allemaal toeters en bellen. We kunnen de radio laten spelen. We kunnen ze laten onderzoeken hoeveel lampen er branden. We kunnen film afspelen. Allemaal als er bezoekers zijn dat je een tijdje aan het spelen bent. Want nou draait je rustig. Maar als ik nou voor meer stroom wil zorgen, hoe ga ik dat dan doen? En dan zal ik ze dus... Dan kunnen ze misschien gaan spelen met het water een beetje sturen. Dat het meer bij elkaar gestuurd wordt, dat het daar net wat harder gaat. Of de jongeren gaan aan de slag met hoe deze staat. Want misschien kan die ook wel gewoon hier in de stroming staan. Of helemaal onderaan de waterval. En dat is zeg maar dat we naar kunnen gaan spelen, kijken wat er gebeurt.
zit in aflevering 3. Dan ga je ook meer rekenen. En anderen die willen gewoon meer, die gaan waarschijnlijk radiosender aanzetten. Zo, doen. Nou ja, en dan komt er nog iets heel spannends boven. En daar moet een complete game waarbij je met elkaar de stad van energie moet voorzien. En dan zitten de mensen, in dit geval zeker niet alleen jongeren, maar ook volwassenen, aan de knoppen met de energiecentrales. Op de huizen kan je de warmtepomp aanzetten, zonnepanelen neerzetten. Schakelen we over op groen en we hebben tekort energie, dan moet de kerncentrale direct aan. En dan zie je de kerntrein rijden met afval. Alles komt bij elkaar in het totale model. En de enige uit, nou, je kan kiezen voor volledig kernenergie of we blijven op kolen en gas. Maar willen wij echt helemaal overstappen, dan moeten we allemaal kleine extra dingen op de driedimensionaal plattegrond neerzetten. Elk klein initiatief wat er is, we moeten alles aan energie binnenhalen. Nou, heb ik er te veel toegespitst. Ze zeggen, doe alles. Alles is goed, gaan met die benadering. Dit is ik geloof dat het belangrijk is. En we moeten vanuit de koppel gaan, ze dus de hele tijd al met jongeren aan de slag en zorgen. Dat vond ik dat je provincie was, geloof ik, hè? Ja. Ja, ik ben je naam kwijt. Nee, maar niet uit. Thijs de Wering. Ja. Thijs, dat je mooi zei, de toekomst. En ze moeten nu zien, dus niet alleen de mensen die nu je de warmtepomp zien werken, de volwassenen, maar de jongeren ook wel gewoon snappen. Niet met de ingewikkelde tekst uit de natuurkundeboek, maar gewoon, het is een afpakker. Degene die de belasting int in het verhaal van Robin Hood. De lucht heeft heel weinig energie. De boeren die moeten geld afstaan aan de koning. En die belastingband van de koning, die haalt bij iedereen haalt hij een heel klein beetje. Dus bij de lucht heeft men heel weinig ruimte. Maar omdat er zoveel lucht is, kan hij van iedereen een heel klein beetje afpakken. En bij elkaar wordt dan heel veel belastinggeld. Wat in de kist gaat van de koning. En de kist van de koning is dan het huis dat warm wordt. Op die manier gaan wij de jongeren gewoon uitleggen op een veel simpelere manier van het werkt. Mooi verhaal. Dankjewel. Ja, hij is van ons. En wij gaan ermee aan de slag. En we zijn er heel erg blij mee. En we gaan in september rollen wij het onderwijsprogramma uit. Maar we gaan ook deze zomer al bezig met groepen volwassenen. En de vele, vele bezoekers die we gaan verwachten deze zomer. Ja, wij zijn er blij mee. Heel mooi. Bedankt iedereen. Ik ben met name erg gecharmeerd op de manier hoe jij jongeren, maar ook volwassenen gaat prikkelen om er zelf over na te denken. Hoe komt dat tot stand? Nou, je hebt het op een hele mooie, eenvoudige manier uitgebeeld. Fantastisch. Knap werk. Ja, dankjewel. De ontdektuin Energie uit Water is gekoppeld aan het startpunt Duurzaam Hardenberg. Daar kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg informatie halen over energiebesparing en energietransitie. En dat is elke zaterdagmiddag spreekuur tussen 2 en 3 voor onafhankelijk advies. En dat is ook bekwaam advies. Daar heb je wat aan voor jouw situatie. Dus welkom.